starter in de woningmarkt is het verdraaide lastig om een woning te kopen. Die marktprijzen die stijgen maar en je moet heel veel overbieden om uiteindelijk die woning te kunnen kopen. Terwijl je eigenlijk maar 100% maximaal van de waarde van de woning mag financieren. Met andere woorden, je hebt eigen middelen nodig. En soms heb je daar niet genoeg van. Dat is een beetje hulp van je ouders is wel handig. En het kan nog tot 1 januari 2023. Mogen zij de zogenaamde jubelton mogen ze schenken. Ongeveer 100.000, 106.000 euro. Zit wel een voorwaarde aan. Je mag maximaal 40 jaar oud zijn om dat te mogen ontvangen. Tweede voordeeltje wat je nog steeds hebt en wat voorlopig ook nog even blijft, is de overdrachtsbelasting. Ben je tot 35 jaar, dan hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen als het gaat over je eerste eigen woning. Let op, ben je toevallig met z'n tweeën en koop je samen die woning en heeft ieder de helft bijvoorbeeld van die woning tot eigendom, dan geldt alleen de verlaging van de overdrachtsbelasting voor die persoon die inderdaad die leeftijd van 35 jaar nog niet heeft. Dus hebben we te maken met iemand die ouder is, de andere partner, dan heeft die geen verlaging over die overdrachtsbelasting. Kortom, best ingewikkeld, nog heel veel mogelijkheden. Wij kunnen je daarbij helpen. We kunnen je ouders, kunnen je ook adviseren over hoe zij die eigen middelen aan je moet schenken. Of hoe zij die overwaarde moeten benutten van hun eigen woning om zodoende aan die middelen te kunnen kopen. Wil je dat wel? Heb je daar interesse voor? Bel me dan. Ik hoor je graag.